In deze video ga ik je laten zien hoe je Enscape voor Mac installeert. Het kan zijn dat als je Enscape voor Mac al geïnstalleerd hebt, dat je een melding krijgt over een nieuwe versie. Als je deze melding krijgt, klik je op downloaden en installeren. Je wordt naar de Enscape downloadpagina geleid. Hier moet je inloggen alvorens je met Enscape aan de gang kan. Dus ik klik hier op Login to Download. Zodra je bent ingelogd bij Chaos, zie je hier Chaos Enscape staan, Official Release, in dit geval augustus 2024. En je klikt hier op Download. Nu zit ik momenteel op een Mac, dus ik moet even kiezen voor een ander systeem, namelijk Mac OS. Ik klik hier op Download. En daarna klikken we op Proceed. De downloadbevestiging komt binnen. En na het downloaden kan je gaan installeren. Enscape is gedownload. Het downloadbestand staat op mijn computer in de map Downloads. En als ik die heb geopend, dan krijg ik hier Enscape Installer. Deze dubbelklik ik. Zodra je overal toestemming voor hebt gegeven, krijg je hier het allereerste scherm voor je Enscape installatie. Je accepteert allereerst de End User License Agreement en daarna accepteer je de Global Consumer Privacy Policy. Dat zijn weer prachtige Engelse woorden. Daarna klik je de taal die je graag wil hebben. Nederlands is een van de opties. En je klikt op installeer. Wat u nu aan het doen is oude Enscape versies weghalen en deze vervangen voor nieuwe Enscape versies. Nadat je dit alles hebt gedaan, is de laatste melding sign in. Dat is bij Enscape 4.1 nieuw. Alle nieuwe versies hebben dat uiteraard ook. Alle oudere versies hebben dat niet. Hij zegt in mijn geval sign in complete, want ik ben al een keer ingelogd geweest. Deze kan ik dus wegklikken. Hier kan ik zeggen dat ik geanonimiseerd dingen weg wil halen. Ik vind het prima. Daarna klik ik op done. En hier wordt nog gevraagd om opnieuw te herstarten. Normaal gesproken zou ik dat gaan doen. Dat is in mijn geval nu niet nodig. Ik klik op done. Je installatie is voltooid. En nu gaan we SketchUp eventjes opnieuw opstarten. Dat is altijd van belang. Na het opnieuw opstarten van je computer en het opnieuw opstarten van SketchUp Pro. Zie je bij het inschakelen van SketchUp dit scherm. Welkom bij Enscape 4.1. Het kan ook een nieuwere versie zijn, het kan een oudere versie zijn. Hier zie je allereerst wat tips voor het navigeren binnen Enscape. Ik klik hier op sluit. Je kunt klikken op niet meer tonen als je dit scherm bij het opstarten niet meer wil zien. Als laatste heb je uiteraard het Enscape scherm nodig. Daarvoor ga je bij Mac naar View, Tool Palettes, Enscape. Dan tref je dit scherm aan en bij het eerste knopje activeer je Enscape. Hier wordt nog gezegd, we kunnen geen licentie vinden. Hiervoor dien je in te loggen en het adres te gebruiken wat je ook bij je installatie hebt gebruikt. Of bij je bestelling hebt gebruikt, moet ik zeggen. Dus ik klik hier op Login. Je kunt Enscape aanzetten door hier op het Enscape logo te klikken. En je kunt Enscape zelf vragen stellen, dat als dingen niet werken, door hier op het tekstwolkje te klikken. Als je op het tekstwolkje hebt geklikt, dan kan je hier je naam invoeren, je mailadres, het onderwerp, wat er verder aan de hand is. En je kan hier kiezen voor logboeken toevoegen. Daarna klik je op verzenden, dan komt er een melding bij Enscape zelf binnen. En die kan je zeker met technische zaken heel goed helpen, want je ziet waar Enscape conflicteert als die niet helemaal goed werkt. Dankjewel voor het kijken naar deze installatievideo. Succes met Enscape, met dit prachtige programma. Mocht je er niet uitkomen met Enscape zelf, dus met het renderen, we hebben renderklassen bij SketchExpert. Ga naar sketchexpert.com, zoek de Enscape cursus op en wellicht tref ik je bij ons aan tafel. Dankjewel voor het kijken, heel veel plezier met deze supergave software.